Peugeot 601 cabriolet. Lijkt op een 2-zitter, is een 4-zitter. Want achter de softtop heb je nog twee zitplaatsen. Kijk eens. Fraaie auto. Uit 1934 alweer. En hier hebben we Klaas. Goedendag Klaas. Goedendag. Wat een zeer fraaie automobiel moet ik wel zeggen. Dat is het. Ja? Is het niet koud nu, open dakje? Ja, het is heel koud. Ja? Nou, dan gaan we naar binnen toch? Klaas, waar zijn we? We zijn bij de Association Peugeot Hollande, bij ons clubmagazijn, ja? Bij ons clubhuis. En hier hebben we alle onderdelen liggen voor de Peugeot 403 en ouder, vanaf pak een beetje 1900. Zo. En weet je ook alle onderdelen te liggen? Hier weten we alle onderdelen te liggen, jazeker. En zou je met deze onderdelen een auto in elkaar kunnen schroeven? Of, 80% zeker. Ja? Oké. Okay. Peugeot 203? 203 van 1950. Kijk, alle onderdelen erin. Gaat die mee gebeuren, Klaas? Staat die klaar voor de sloop? Hij was bedoeld voor de sloop, maar we vinden hem eigenlijk te goed om te slopen. Dus we zoeken eigenlijk een liefhebber die hem weer zijn oude glorie wil geven om hem weer op de weg te brengen. Ja, maar dan moet je aardig wat avonden aan spenderen. Er zijn een paar avonden voor nodig, maar het is een hele vroege en hij is het zeker waard. Ja. Welk jaar is die? 1950. Ja. Prachtig. Kom je nog veel van die auto's tegen uit 1950, van dit type? 1950 niet. Meestal zijn ze veel jonger, 56, 57, 58. Ja. En 1950 en zeker daarvoor zijn ze redelijk zeldzaam. Dus daarom kunnen we het ook niet over nog hard krijgen om uiteindelijk toch te gaan slopen. Ja. Maar we kunnen hier al zien, er zijn genoeg onderdelen. Er zijn genoeg onderdelen. Originele zuigers in de originele verpakking. Ja. Gereduceerde motoren. Allemaal motoronderdelen, lage setjes. Klepdeksels. Originele doosjes? Originele doosjes. Nou, prachtig. Origineel Peugeot, hier. Is dat nou nog makkelijk te vinden, die onderdelen? Op dit moment is het wat er, zeg maar, old stock. Hè, oude Peugeot voorraad is eigenlijk op. Dus op dit moment is er heel veel nieuwe productie of wat we op een andere manier kunnen kopen. Ja. Hè, de bobines is in principe gewoon recente productie, maar toepasbaar op een Peugeot van onze club. Een imitatie, waar hou je dat vandaan? Laat je dat maken? Of, imitatie komt in principe van de grote handelaren, maar dat kan, tegenwoordig kan dat uit de hele wereld komen. Nu komt er heel veel uit Argentinië vandaan. Ja, waarom specifiek Argentinië? Omdat daar nog heel veel Peugeots zijn geproduceerd, 404, 504. En sommige onderdelen komen weer overheen en die kunnen we dan weer gebruiken voor de 403 en 203's. Ja. Kijk, een paar asjes, aanrijdlijnen. Ja, achterassen, diegene die rechtop staat is van een Peugeot 302 van 1938. En die was zo ver heen dat we hem gesloopt hebben. Hebben ze dat jou nou ingefluisterd of kun je dat gewoon zien aan het onderdeel? Ik weet het, ik kan het zien aan het onderdeel, maar ik weet ook van welke auto die komt. Oké. Okay. Ja, die is 2 maanden geleden gesloopt. Ja. Losse richting en wijze hendels. Ja, die ken ik nog wel. Die heb ik recent nog eentje kapot gemaakt, ja. Helaas. Oh, kijk, mooie achterlichtjes. Achterlichten van de 403 VL. Ja. Maar rijden er nog heel veel exemplaren rond? In Nederland? 203 en 403 zijn er in verhouding nog heel veel van. Ja, dat klopt. Bumperrosetten. De Leo van de 403. 203. Dat is een authentieke, hè? Dit is een authentieke en dit is een remake. Oké. Okay. De contouren staan er veel minder scherp in. En die rode bek, is dat ook origineel? Ja. Die rode bek was destijds affabriek er al in. Oké. Okay. Dus het is wel een mooie kopie. Origineel kopie. Ja, ze maken ze zo mooi mogelijk. Maar bijvoorbeeld ook, dit is dan weer origineel in het doosje. De Leo van de 403 Sept. De laatste. Ja. Zijn er ook onderdelen die absoluut niet meer te vinden zijn? Nieuw plaatwerk kan je eigenlijk op je buik schrijven. Ja. Maar dat is ook makkelijk te maken of te herstellen? Ja, plaatwerk kan je vrij gemakkelijk herstellen inderdaad. Uren. Ja. Dus uren, ja. Kijk, dan nog een stuurwiel.
hier komen we meer in de vooroorlogse onderdelen. Dus eigenlijk alles wat ouder is als 1948, 202 ja. En daarvoor. Hier zie je motorkappen 202. Ja. Grillen, Peugeot 301. Ja, die 201 was een van de eerste succesvolste. De 201 was de T-Fort van Frank. Ja. Grillen 402, praat je 1938 zo'n beetje, die is allemaal 1934, 1930. Brandstof tank. Toen nog van metaal, hè? Toen nog van metaal, inderdaad. Nog een stuurje. Hoeveel leden maak je hier gebruik van? Het is alleen voor leden toegankelijk? Het is alleen voor leden toegankelijk. Dus we rekenen dat we ongeveer 400 leden hebben. Ja? Dit stukje is alleen voor oorlogs, dus dat is de minderheid. Het grootste deel van het ledenbestand is 209-403. Ja. Ja. Nieuw plaatwerk, Peugeot 403. Nog een scherm. Dit is een 203 achterscherm. Nog nieuw. Oldstock. Oh, nieuw? Nieuw, ja. Nooit gebruikt. Origineel ja. Peugeot. Hier komen we in onze multifunctionele ruimte. Annex archief. Ja? Waar ook het archief van Peugeot Nederland is ondergebracht. Voor alle informatie tot en met de Peugeot 403. Ja. Maar hier heb je geen bibliotheekpasje voor nodig om mee te komen. Hier heb je geen bibliotheekpasje nodig. Nou, hoogstens een lidmaatschap van ons club. Ja. Prachtig. Wat zie ik hier nou staan? Noordpoolverwarming. Noordpoolverwarming. Verwarming was zo goed. Ja. Sindsdien hebben we geen ijskappen meer, hè, toch? Ja, ik denk dat dat een minder handig uitspraak is, maar je zou het zo kunnen interpreteren. Ja. Nou, mooi. Ja. He, maar ook de originele folders van bijvoorbeeld de 601. De 301, maar ook de 02 wiel daarin mee. Tja. Bijvoorbeeld de Eclipse. De eerste Peugeot met een retractable hardtop. Inderdaad. Kijk, een mooi fotootje erbij getekend, notabene. Ja, een prachtige historie. En het is goed dat er clubs bestaan die deze automobielen koesteren, die de geschiedenis voor onze kleinkinderen bewaren. Want ja, ik heb een voorliefde voor autobrochures, voor klassiekers. Het is prachtig dat het allemaal bestaat, zodat we het weer aan de volgende generatie kunnen laten zien. En dat het altijd maar gekoesterd blijft. Want dit is ook de basis voor alle toekomstige auto's. Ja, ik ga nog even verder genieten met Klaas.